Je noemde het net ook al, we hebben natuurlijk hoogte- en wat dieptepunten. Dieptepunten was de derby. En dat moest eigenlijk, daar leefden we allemaal naartoe. Dus het was eigenlijk het hoogtepunt wat omsloeg in een dieptepunt. Op twee manieren. Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje mijn dieptepunt is geweest tot nu toe bij NEC. Na de aanloop heb ik echt... Ja, dat was bizar, die 2-3 weken ervoor, wat er gebeurde en... Wat er los kwam, hoe mensen ermee bezig waren, daar was ik echt van onder indruk. En misschien ook wel een beetje te veel van onder de indruk. Door kritisch naar mezelf zijn, daar had ik misschien in die week daarvoor... had ik toch alarm moeten slaan, omdat ik wel zag wat het deed. En ik heb er ook heel veel van genoten, maar ik had scherper moeten zijn, denk ik... door van tevoren al aandacht te vragen voor hetgeen er misschien had kunnen gebeuren. Ja, want dat was ook een beetje de kritiek achteraf, hè? Dat NEC het maar liet gebeuren. Hè? Dus dat is wel iets wat je zelf kwalijk neemt. Ja, neem mezelf kwalijk. Ja. Ik ben eindverantwoordelijk. Dus als ik echt nog heel... dat is mijn grootste les geweest ook wel, denk ik, in al die jaren. Dat ik daar niet scherp ben geweest. Of dat niet goed heb ingeschat. Of de mensen niet goed heb ingeschat. Dat het zo diep zat. Maar ik heb nu wel gezien dat het heel diep zat. En dat had ik anders kunnen doen misschien. Daar had ik veel meer aandacht voor moeten vragen. En mensen op hun verantwoordelijkheid aan moeten spreken. En nou, daar zijn we al voorbij gegaan. Dat neem ik mezelf kwalijk. Ja, dat gebeurt dan tijdens een wedstrijd. Er zijn ook een aantal dingen gebeurd. Dat hebben we niet goed gedaan. Dan gebeurt als eerste dat instorten van het stadion. Ik stond beneden. Ja, ik zie het zo nog voor me gebeuren. Omdat ik op tv bij Jan Joost stond. Ja, dat is natuurlijk bizar. En nu nog, als ik af en toe daarheen loop. Ja, is het natuurlijk een godswonder dat er niks gebeurd is. Het is dan wel op die dag gelijk schakelen. En ik geloof dat ik een half uur later zat ik in de commandoruimte naar een veldslag te kijken buiten. Ja. Nou, daar heb ik me echt kapot voor geschaamd. En ik ben ook heel blij dat we... Ik denk dat we straks gewoon 100 man gaan pakken. Die we voorlopig never nooit meer in de Goffert zien. En er kan er al eens eentje tussen zitten die zegt, nou, ik was er echt niet bij. Nou, dan ben je er één. Maar die andere 99, die moeten zich hier niet meer vertonen. Ik heb echt als club daar zoveel last van gehad in die weken daarna. Ja, maar NEC stond er goed op, hè? Eredivisie. Na elke uitwedstrijd waar het publiek ging, er was sfeer, het werd gewaardeerd. En het is een anderhalf uur was het niet gedaan. Ja, ik vind het ook echt, voor die mensen die sfeer in die uitwedstrijden maken, de supportersvereniging, Legio, die gasten die zo hard werken om deze club dat imago te geven in Nederland. Iedereen was trots, wij liepen hier ook met een smile. We hadden gewoon elke thuiswedstrijd 12.000 mensen gehad. En dat wordt door een klein groepje, waarvan 30-40% nog ineens een kaartje had voor de wedstrijd, kapot gemaakt op dat moment. Ja, dat heeft me heel veel gedaan. Dat heeft me ook woest gemaakt. En dat heeft me ook gelijk de volgende dag aangezet van wat er ook gebeurt. Die lui die dat doen, en dat is gewoon klaar ook, want dat past niet bij NEC, keihard aanpakken. En geen excuses. En laat het een voorbeeld zijn voor de toekomst of wat dan ook, als dit nog één keer gebeurt. Ik denk altijd dat je met publiek moet spelen. Maar dat er wel dit boven hangt, ga je één keer over de scheef, dan ga je flink over de scheef. Je had het over stadion. Dat is natuurlijk een belangrijke vraag, wie ook bij supporters natuurlijk. Wat gaat er gebeuren met het stadion? Is daar al duidelijk? Heb je daar zelf al duidelijkheid over? Ja, want uiteindelijk gaan wij... We zijn al bezig. We gaan met stalen strips, dat is de toepassing die we hebben gekozen, gaan we het stadion verstevigen. Dat zal zo'n 7.000, 8.000 toeschouwers op korte termijn al op kunnen leveren die naar binnen kunnen. En dan heel snel daarna, ja, binnen een maand moeten we misschien wel gewoon weer 12.000 mensen kunnen ontvangen. Dus het proces is in werking gezet. We hebben alles besteld. Wij hebben de beslissing genomen om die investering van ruim 500.000 euro te doen. Omdat we niet langer wilden wachten, wilden ook niet gokken op corona. 15 januari moeten wij de 7.000 à 8.000 mensen in kunnen hebben. De verbouwing van het stadion, of een nieuw stadion. Ja, iedereen zegt van nu is het moment, nu moet NEC doorpakken. We weten natuurlijk ook dat Marcel Boekhoorn erbij betrokken is met ideeën. Is dat nu ook echt dat we zeggen van oké, we kunnen ook nu doorpakken? Nou ja, we hebben gisteren weer met de gemeente gezeten, met de burgemeester, met de wethouders. We hebben elke week een standaard projectoverleg over het nieuwe stadion. Dan kun je denken aan wat we al eens eerder gezegd hebben. Of je koopt gewoon alleen het stadion, dan gaan de lasten omhoog en dan ga je kijken wat je kan doen. Of je gaat die hele vastgoedontwikkeling eromheen doen, waardoor we geld kunnen verdienen om het stadion te kopen. Want we hebben niet zoveel geld. Dat loopt, de plannen lopen. We zouden eigenlijk in november, december naar buiten gaan om die plannen te laten zien. Ja, alleen door alle ontwikkelingen nu en het segment wat er is rondom het instorten, vonden we dat in overleg met de gemeente niet het bewuste moment. Dat gaan we nu in februari doen. We zijn volop aan het schetsen.
We zijn volop aan het rekenen. Maar 2022, zeg je, dan is er echt definitief duidelijk of er een nieuw stadion moet komen? Ik denk wel dat wij aan het eind van 2022 moeten weten wat het gaat worden, of het er gaat komen, of we de financiering rond gaan krijgen. Ja, als het een beetje mee zit, eind 23, begin 24, zou dan de schop in de grond moeten. Ja, dan zou je in de zomer van 25, ja, zou je hier de eerste nieuwe onderdelen moeten kunnen zien. Dat is een beetje de planning die we nu voor ogen hebben. En verhuizen is geen optie? Nee. Dit is toch wel een heel uniek stadion. Ook de sfeer aan de binnenkant willen we ook graag behouden. Beetje dat oude, traditierijke. Ja, een vleugje moderner in. Maar verhuizen, dat is geen optie. De Goffert en het Goffertpark, dat hoort bij elkaar.